Ja, het is Valentijnsdag, dus dan doen we een beetje van die oude Surinaamse liefdesliederen. Mogen ook wel weer een beetje in de schijnwerpers komen. Dat was een Suripop-nummer, Gina Davis. Mijn volgende gasten, Pastor Orlando Bottenblij en de zandkunstenaar Gert van de Vijver. Goedemorgen, vaarten welkom. Morgen. U, once again. Want Ja. vorig jaar, volgens mij was het. Nee, het was niet rond deze tijd, het was in november als Nee, ik het. nee. Was het rond deze tijd Nee, ook? nee, nee. In November 2018. Klopt. Ja, Ja, toch? ja. Toen was u ook mijn gast samen met Dwight Dissels. En jullie zijn weer met z'n drieën in Suriname. Klopt, helemaal. Dus er gaat wat gebeuren. Ja, ja. Ja. Vertelt u het eens. Nou, we zijn opnieuw terug omdat er zoveel kerken zijn die gehoord hadden en gezien hadden wat wij vorig jaar hebben gedaan. Dus komt de vraag, kunnen jullie weer terugkomen? Want er zijn zoveel andere kerken die graag met jullie willen samenwerken. Nou, en het klikte meteen bij ons, dus hebben we besluit genomen om inderdaad te komen. En we hopen vanavond te starten en gaan door tot aanstaande woensdagavond. Dus een prachtig vol programma. Ja. Ja, en ik merk dat het steeds dezelfde groep is. Het is u, ja. Pastor Bottenblij, Ger van de Vijver, de zandkunstenaar, en Dwight Dissels is Klopt. Er ook weer bij. Samen met Elisha, de pianist. Ja. Oh ja, samen ja, met Elisha, belangrijk. De pianist. Ja, 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 ja. Muzikant ook. Ja. Ja. Klopt. Is er een speciale reden? Is dat altijd... Nou, wat we mooi vinden, is dat je daarmee de verschillende elementen bij elkaar brengt. En als je Gert aan het werk ziet, nou, dan, je hebt het vorig jaar meegemaakt, dan zegt ah, wow, een awesome moment. Ja. Gewoon door de gaven die hij heeft, wat hij met zand allemaal kan doen. En tegelijkertijd Dwight, die natuurlijk echt een gouden stem heeft. Ja. En die elementen brengen we samen, zodat ik met de prediking juist en het kunstwerk van Gert en de prachtige stem van Dwight kan samenbrengen om uiteindelijk inhoud te geven aan de boodschap. Oké, okay. Ja. Voordat we verder gaan, er is een video van Gert van de Vijver. We gaan daar even naar kijken. Ik heb dat de vorige keer, want het was geen vorig jaar, het was de vorige keer, het was 2018 meegemaakt. Het was heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Hoe doet u dat zo? Ja, weet je, de plaatjes verschijnen, het is geïnspireerd, hè? En de inspiratie komt van God en die plaatjes verschijnen in mijn hoofd. Ja. En het enige wat ik hoef te doen, is het te vertalen in het zand. En als kind tekende ik al graag, dus het is een hele natuurlijke gave. Maar door God geïnspireerd uiteindelijk de laatste jaren. En ja, zand is een heel mooi middel eigenlijk. Het brengt ons weer terug naar onze jeugd. Het ja. schept verwondering. En door die verwondering kan Gods boodschap door muziek, door woord heel dichtbij komen. En dat ja. vind ik het mooie van dit werk. Ja, want mij is opgevallen dat u echt het Bijbels verhaal vertelt, Michel, ja, met ja. uw werken. Ja, zeker. Dat is mijn liefde. God is mijn schepper en ik zeg altijd, ik mag met mijn schepper, met mijn papa, in de zandbak spelen. En hoe mooi is dat? Maar daarnaast kom ik met die zandbak in verschillende landen, maar doe ik ook veel voor bedrijven, voor instellingen. Eigenlijk is 90% van mijn werk ligt eigenlijk daar. En die 10% door het jaar ben ik verbonden aan kerken. Nou, Pinksterveringen, kerstvieringen. Dit was een fragment uit Kerst op straat. Okay. Kerst met de Zandhovenaar, dit was Emmeloord. Dan zie je ook de polder, de polder Emmeloord, de poldering. Dus ja, de Nederlanders weten altijd vanuit water land ja. te maken. Ja. En Emmeloord is eigenlijk centrale polderlandschap. Okay. En dat laat ik daar zien. Prachtig. Ja. Ik ben heel blij dat ik dat heb mogen meemaken. Pastor Bottenblij. Waar gaan jullie deze keer naartoe? We gaan naar verschillende gemeenten. We zijn erg blij dat we dit keer weer met heel andere kerken zullen samenwerken.
Onder andere met de Evangelische Broedergemeente. Dat zijn we bijvoorbeeld in de Grote Stadskerk. Okay. Met de Kama-gemeenten, de groep van Kama-gemeenten. Zullen we samen zijn op Kouarazan. En we zijn met de Wesleyaanse kerken. Zullen we ook iets samen doen. En het plan was ook met de Rooms-Katholieke kerk. En dan hebben we onder andere de kerk van pastor Pinas, Paul Pinas. Van een bisschop Humbro en Emmanuel. En van een broeder Wilfred, pastor Wilfred Lavenberg. Dus we zijn weer in verschillende soorten van kerken. En dat maakt het zo boeiend, omdat wij denken niet namelijk in hokjes en in kerkgenootschappen. Maar we willen Gods Koninkrijk breed dienen. Nee. En dat is zo boeiend, dat God ons aan elkaar geeft om deze geweldige, rijke boodschap uit te delen. En dan op zo'n hele unieke manier. Dus, ja. Het is misschien mooi als u de mensen specifiek aangeeft waar jullie zijn, op welke dag, dan kunnen ze kijken wanneer ze in de gelegenheid zijn. Oké, ik ken het niet allemaal uit het oog. Er is een trailer, hè? Want er is een trailer, er is een prachtig alle filmpje dat we uitzenden. Okay. En daarin komen alle data naar locaties. Voren. Omdat er zoveel staat te gebeuren in mijn hoofd, weet ik het niet allemaal op de rij. Maar jullie beginnen vanavond? Maar we beginnen vanavond en zijn we vanavond bij de Godsrivier. Ja. Okay, de première, daar moet je bij zijn. Waar is de Godsrivier? Dat is aan de... Help je. Oké, we moeten dan naar het filmpje kijken om te komen achter de adressen. Maar jullie zijn ook in een grote stadskerk. Ja, en ik weet dat de grote stadskerk heel veel plek heeft voor mensen. Ja. Weet u toevallig wel wanneer jullie daar zijn? Ik meen dat we daar zo maandagavond zijn. Maandagavond. Ja, het duurt allemaal vanaf, dus jullie beginnen vanavond. We beginnen vanavond en dan zijn we zaterdagavond, zondagmorgen, zondagavond, maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond. Zo. En dan vliegen we donderdag weer terug. Dus jullie komen echt om dat allemaal af te werken, dan gaan jullie weer weg. Klopt, ja. Ligt het dan in de bedoeling dat we jullie weer terug zullen zien en dat dan weer andere kerken Afhankelijk van wat de vraag is. Kijk, wij stellen ons zo op dat we zeggen, wij willen alleen maar komen als kerken ons vragen om hen te dienen. Ja. Omdat we een dienende houding willen aannemen. Dus we zijn niet van de mensen die van buiten komen en zeggen, en dit hebben de Surinaamse kerken nodig. Nee, als de Surinaamse kerken ons vragen van, kunnen jullie ons dienen met datgene wat jullie hebben, dan doen we het ruimhartig. Oké. Ja. Is er een thema verbonden dit jaar aan... Geroepen om te leven. Okay. Ja, dus heel breed thema met verschillende subthema's die we zullen gaan hanteren. Namelijk dat je weet dat... Zeker in de situatie waarin het land op dit moment in verkeert, wat mensen meemaken, waar ze doorheen gaan, is het geweldig dat God zegt van, maar wat je omstandigheden ook zijn, ik roep je om te leven. En dan leven in de volle betekenis van het woord. Dus niet alleen maar eten en drinken, wat ook belangrijk is, maar de vrede, de rust. Leven in echte vrijheid. Eigenlijk. Klopt, juist. Klopt, helemaal. Ja. Nou, hopelijk nemen de mensen die boodschap mee. Is er tot slot nog iets dat jullie willen toevoegen aan dit gesprek? Wij zouden zeggen van hartelijk welkom. En het zou fantastisch zijn om deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan. En misschien juist een andere mee te nemen om dit samen met je te beleven. In ieder geval, wij staan klaar om jullie te begroeten. En om het wonder van Gert van de Vijver en van Dwight Dissels mee te maken. En laat die trailer maar zien, want dan weten ze ook waar ze naartoe kunnen gaan. Oké, ik weet niet of ze die daar hebben, maar anders komt het wel weer langs. Wij gaan in ieder geval nu naar de volgende muziekbreak en dan zijn we zo straks wederom terug.